Gezond eten, wie weet nog wat dat betekent? Het lijkt wel of iedereen specialist is. Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft daarom alle zekere kennis over gezonde voeding samengevat in de voedingsdriehoek. Met oog voor duurzaamheid, zodat ook onze achterkleinkinderen gezond en lekker kunnen eten. De driehoek rangschikt al wat we eten volgens het effect op onze gezondheid en het milieu. Van gezond tot te vermijden. Zo willen we je bewust maken van je voeding en stimuleren met gezonde, duurzame eettips. Drink vooral water. Meer dan de helft van je lichaam is water. Daarom staat het bovenaan. Je kan niet zonder. Drink dus elke dag vooral water. Het is sowieso de beste dorstlesser. Wil je wat variatie? Neem dan gerust af en toe koffie of thee zonder suiker. Plantaardige producten zijn de basis. Het grootste gezondheidsvoordeel haal je uit de donkergroene zone met plantaardige voeding. Groenten, fruit, volle granen, peulvruchten en in kleinere hoeveelheden ook noten en plantaardige olie. Alles liefst zo onbewerkt mogelijk. Volkoren brood is bijvoorbeeld beter dan wit brood. Een stuk fruit beter dan fruitsap. Vul matig aan met dierlijke producten. Dan volgen vis, gevogelte, melk, kaas, eieren, yoghurt. Dierlijke producten die je niet hoeft te schrappen. Daarom zijn ze lichtgroen, maar kleine porties volstaan. Het zijn producten waar we duurzaam en dus zuinig mee moeten omspringen voor onze eigen gezondheid en voor het milieu. Wissel daarom af met plantaardige eiwitbronnen, zoals peulvruchten of tofu. Eet niet te veel rood vlees en boter. Rood vlees bevat ijzer en dat is nuttig. En af en toe een beetje boter of kokosvet kan ook geen kwaad. Maar alles in de oranje zone heeft mogelijk ook een ongunstig effect op je lichaam. Hou deze producten daarom beperkt. Tip, schep bewust minder oranje op je bord en iets meer groen. Zo werk je stapsgewijs aan een betere balans. Vermijd erg bewerkte voeding. Koekjes, chips, alcohol, frisdrank. Wie komt er nooit eens in de verleiding? Alleen hebben deze lekkernijen geen enkele waarde voor je lichaam. Geniet dus vooral van gezonde dingen. Een tractatie af en toe is geen drama, maar denk, hoe minder vaak, hoe meer je ervan geniet. Als je gezond eet, voel je je beter in je vel en in je hoofd. Benieuwd naar meer? Ga dan naar gezondleven.be. En intussen, gezond en smakelijk eten.